Voor de time being gaan we even overschakelen naar Griekenland. Jawel, dat doen we wel eens vaker. Onze gewaardeerde collega Gara, die woont daar zo eens in de zoveel tijd. Gara, goedenavond. Miss Kutje, volgens mij... Ik hoor niet. Hoor hallo. Rick, laten we het gewoon live op de radio doen. Ik ga daar even nog een keer bij. Oké. Als jij nog wat leuks vertelt. Ik vind dit eigenlijk wel een lekker deuntje, moet ik zeggen. Weet je wat, ik ga live op radio de piña colada proeven. Want ik vind het een beetje eng eruit zien, maar ergens ben ik ook alweer benieuwd hoe die smaakt. Oh, ik zie dat ze heeft opgehangen. Nee, wat een nee, laat maar. Stop. Ik ga even proeven. Rommelige uitzending. Oeh, die is wel heel intens. Hoezo? Kokos en alles. Oké. Maar ja, je moet ervan houden, maar... Even goed roeren nog, misschien dat het helpt. Dat suiker had natuurlijk aflekken. Hoi, Gara, ik schakel je gelijk door, want we zitten midden in de uitzending. Oh, Gara, kom nou. Jezus, we lopen al zo uit. Oké, ik ben benieuwd. Gara? Hi. Hey. Hallo, ja, wat dacht jij? Wat dacht jij? We hangen even op. Nee, ik had even geen bereik of zo, denk ik. Ja, Griekenland, hè? Griekse wifi, inderdaad. Ja, ja, wat goed. Ja, is allemaal te duur. Hé, hey, maar wat ben je allemaal aan het doen, Gara? Het is nu 7:50 bij jou. Ja. Hoe ziet je avond eruit? Ik zit aan het strand. Oh ja, baas boven baas. Oh ja, tuurlijk. Wij zitten hier in Dukenburg. En op, zeg maar, 30 meter van dat strand is een zwembad met een huis. En daar hebben we een verjaardag geweest van iemand die ik ken. En we zijn daar al sinds 4 uur aan het drinken. Oké, dus hard aan het werk zo te horen. Gewoon een reguliere werkdag. Ah, wat goed zeg. Maar hoeveel mensen ben je aan het drinken dan? Ik werk nog niet. Ik moet maandag pas werken. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar met hoeveel mensen ben je nu aan het drinken dan? 10 mensen. 10 mensen? Oh, zo. Okay, zo. Yeah. Wij zijn hier met z'n tweeën in de studio. Ja, maar we drinken voor 10. Het scheelt ook gelijk, ja. Hey, maar Gara, laten we nu even... Eigenlijk een foto willen sturen van wat ik nu zie. Want ik zie nu de zonsondergang hier. Het is echt mooi. Nou, wij hebben dus Tequila Sunrise. Dat komt ook in de buurt. Tequila Sunrise. Okay. Hey, maar Gara, jij mag maandag weer in het werk. Ja. Eventjes voor de goede orde. Wij zijn bezig met een zomerse uitzending. Dat. Heel veel zomerse attributen, cocktails, dat hoort er allemaal bij. Maar jij mag maandag weer aan het werk. En Griekenland is volgens mij een heel erg goed bezocht oord voor de Nederlandse toerist. Ja. Ja. Zeker met de coronacrisis, hè. Want Griekenland heeft het heel goed gedaan. Ja. Dus ik denk dat Nederlanders echt graag naar Griekenland zullen komen. Want, ik bedoel, je gaat niet naar Italië nu of naar Spanje. Nee. Nee, hoe zit dat daar nu dan? Nou ja, in Griekenland zijn er super weinig besmettelingen. Smettering. Hoeveelste glaasje was het zijn? Jij gij besmetteling? Ja. Nee, maar hoe zit dat nu dan? De Nederlandse toerist die mag weer naar Griekenland toe? Ja. Jij bent daar reisleidster. Vanaf 1 juli. Ik wou zeggen sinds 1 juli, maar het is vanaf 1 juli. Ja. Ja. Maar jij als reisleidster, hoeveel zie je al binnenstromen? Ja, nog niks. Het mag pas vanaf 1 juli. Ja, oké, maar vanaf dan? Zijn er al wat mensen die iets hebben gereserveerd of iets dergelijks? Iets wat jij mag gaan doen? Ja, zeker. Ja? Mensen willen echt graag komen. En voornamelijk omdat Griekenland zo goed heeft gedaan, hè? Ja, dus... Want mensen willen niet naar Italië of naar Spanje. Mensen willen naar Griekenland, omdat Griekenland super weinig besmettingen heeft. Dus in principe is het voor Nederlanders gewoon veilig om daar naartoe te gaan? Ja, zeker. Oké. Het is minder veilig voor ons om mensen uit Nederland te ontvangen. Oké, dus is er een soort van oproepje misschien wel vanuit jou om nu daar naartoe te komen? Ja. Wacht, ik zie dat Rick hier komt hierheen. Ja, ik probeer dat subtiel te doen. En jullie? Waarom? Jullie komen toch ook? Wij komen ook. Ja, zeker. Sorry hoor, ik ben even met Rick. Ik snap niet wat je aan het doen was. Zal ik dan maar gewoon op zender zeggen? Ja, zeg maar gewoon. We lopen behoorlijk uit, dus we hebben 2 liedjes hierna gepland staan. En ik wil eigenlijk voorstellen om die gewoon te schrappen en nageraan gelijk met een quiz te beginnen. Maar we willen geen liedjes tussen. Nee, want dan lopen we weer in. Okay. Ja, maar vraag nog iets dan.
sorry hoor. Miguel gaat even werken ondertussen. Ja, ik ga eventjes. Ik ben hier inderdaad. Kara, heb ik een vraag voor jou? Waarom app je Miguel wel en mij niet? Oh, wanneer? Wat? Wanneer heb ik jou niet geappt en Miguel wel? Nou, Miguel die kwam vanmiddag op de redactie. Je zei van ja, Gera mag binnenkort weer aan het werk. Dus je gaat bellen. Ik denk, oh, ik weet niks. Oh, ja, dat is niet leuk. Nee, samen. Nee. Dat, ja, weet ik niet. Miguel had mij gevraagd laat wat ik aan het doen was en zo. Oh. Dus ik dacht, ik, ja. Dat is niet waar. En... je had mij gevraagd. Oh ja, laat het voor de goede orde maar daarop houden. Nou, niet huilen, kom op. Sorry, ja. Ik leg even het randje van mijn pina colada af. Ja, zie. Dat is echt lekker. Nee, maar echt serieus. Wat? Wat? Miguel had mij gevraagd hoe het was. En toen dacht ik dan, antwoord ik. En wat zei je toen? Dat het goed gaat en dat ik weer kan beginnen met werken. Ja, top. Hey, Gera, nog even afsluitende vraag. Voor alle mensen die op vakantie willen in coronatijd, hoe zeker is het dat zij naar Griekenland kunnen? Ja, super zeker. Griekenland is een veilig land. Griekenland heeft bijna geen besmettingen. Ik bedoel, wie wil hier niet naartoe? Nou. Als je op vakantie wil, dan wil je naar Griekenland. Ja, en je hoort hoe mensen, je hoort hoe aangeschoten je ervan kan worden als je naar Griekenland gaat in ieder geval. Oh. Ja, dus dat scheelt. Daar is het in ieder geval flink aan de oezo en het komt allemaal wel goed. Graag, dankjewel hè. Dankjewel. Doei. Werk ze. Doei. Hoi.